Glenn Kobussen, is het gek om te zeggen dat je als neutrale toeschouwer kan genieten van de tackles van jullie? Nou ja, als je daarvan kan genieten, dan vind ik het mooi dat je daarvan geniet. Alleen het betekent dat wij niet goed staan, denk ik. Dus voor onze kant is het, ja, bij Vlagen, weet je wel, hebben we wel daardoor de duels gewonnen. Maar betekent als het ware ook dat je niet goed staat. Dus ja, ik word er niet heel blij van, laat ik het dan zo zeggen. Maar ja, als jij er blij van wordt, dan ben ik blij voor jou. En jullie worden natuurlijk ook niet blij van de uitslag, maar wat maakt dan het verschil? Nou ja, laten we wel heel eerlijk zijn dat we wel tegen Katwijk spelen. Die gewoon een heleboel kwaliteit hebben. En als je kijkt ten opzichte van 2 jaar terug, toen wij volgens mij samen met nog een paar anderen om het kampioenschap speelden, zie je bij ons heel veel wisseling. Zie je bij ons dat ingevuld is met wat jongere jongens die gewoon tijd nodig hebben om dit niveau, om daaraan te proeven, om daar het niveau te voelen. En ja, dan gaat dat heel af en toe gepaard met wisselvalligheid. En dat wil ik niet per se vandaag zeggen, want wij hebben gewoon echt een prima wedstrijd gespeeld, denk ik. En denk ik dat je op 2 momenten gewoon geklopt bent. En dat is heel zuur. We krijgen zelfs nog echt een grote kans op 1-1. Bal op de paal. Bal op de paal. En ik denk dat we hun heel weinig gecreëerd hebben. Daarentegen wij ook niet zo heel veel. Maar ik denk dat we gelijkwaardig waren. En ja, dat zijn wel... iedereen kijkt nu HHC 0 punten. Maar ook vorige week hadden wij niet verdiend om te verliezen. En als je vandaag ook weer kijkt dat je voetballend of qua veldspel gelijkwaardig bent aan, denk ik, een kampioenskandidaat. Dan is dat op zich ook wel, hoe moeilijk dat ook is, wel positief om richting de toekomst te kijken voor ons. En Hardenberg smijt het toch niet snel met deuren, of wel? Nee, het was rustig net in de kleedkamer. Weet je, je moet ook zo realistisch zijn als je kijkt wat voor jongens er bij hun inkomen. Ja, dat is gewoon kwaliteit. En bij ons ook wel kwaliteit. Alleen dat zijn, wat ik net zeg, jongens die echt nog moeten groeien in het niveau. En dat is niet erg. Daar is bewust voor gekozen. En, ja, maar dat is op dit moment wel even het verschil. Als je nu al zo vroeg een voorspelling zou moeten doen, zet je dan Katwijk als kampioen bovenaan je lijstje? Ja, weet je, het is zo lastig. Iedereen heeft bijna 1,5 jaar stilgestaan. En er zijn heel veel wisselingen in elftallen geweest. Ik had ook niet verwacht dat de Katwijk vorige week van HFC zou winnen. En die winnen 4-1, weet je wel. Dus het is zo lastig te zeggen. Maar dat hun stabiel zijn en dat hun ook nog een brede selectie hebben, ja, dan doe je, denk ik, gewoon mee.